In het eenoude gebouw op het ene eind had Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nune, op 26 mei een e-bike cursus georganiseerd. Dan hebben we Jeroen van Leeuwen, rijinstructeur van de Rijschool van Leeuwen in Nune. En die zal u eerst in dit programma leiden door nieuwe verkeersregels voor fietsers. Verrassend was dat hij me net vertelde dat hij ook maar eens de proef op de som genomen heeft gisteren en vanmorgen nog eens. En eerst de eerste vragen beantwoord heeft. En toen prees hij zich gelukkig als rijschoolhouder dat hij de eerste ronde zonder fouten afgelegd heeft. Maar, nou komt het, daarna heeft hij alle 24 vragen ingevuld. En toen bleek hij er toch 4 fouten hebben. Dus, dat zit dan in details van waar is het beste om op een e-bike een motortje te hebben. Mag ik met een paraplu in mijn hand op een e-bike fietsen als het regent? Wie denkt van niet? Wie denkt van niet? Je hebt een paraplu, het regent en je zit op je e-bike en je mag... Ja, nou het gekke is dus dat mag. Dus als je je viool meeneemt of je trompet, je mag met één hand fietsen. En dat, daar ging ook onze rijinstructeur natuurlijk in de fout. Hè? Want die dacht van ja, dat gaan we niet doen. Hè? We gaan niet met een paraplu op die fiets zitten. Dus ik wens hem heel veel plezier, heel veel genoegen en tot straks. Dank u wel. Jeroen van Leeuwen, rijschoolhouder te Nune, gaf uitleg over de specifieke deelname van de e-biker aan het verkeer. De verkeersregels gelden als voor een fiets. Fietsen wordt daarom steeds populairder, je hebt het gevoel van vrijheid en het is een positief imago. Blijf logisch nadenken, is het veilig wat ik doe? Nou, er zijn een aantal basisregels voor en daar zullen we eens naar kijken. Wat zijn de ongevalsrisico's? Ja, de mens is altijd het meest belangrijke erin. Hè? De mens maakt de meeste fouten. Dat het voertuig een probleem is of je omgeving een probleem is, ja, dat kan. Maar de factor mens, hè, de mens bepaalt eigenlijk wat er gebeurt. Vandaar ook dat dat in alle voertuigen hetzelfde is. Ze zien hier hoe dat gaat. Wat is bij lopen, wat is bij fietsen. Ze zeggen ja, de ongevallen lopen op. Chef Kisters van Fietsenzaak Robinho werkt nou samen met VVN afdeling Nune en geeft advies over e-bikes. De fiets met middenmotor. En dat is deze. Nou, hier zit de motor. En ja, aan de voorkant is het gewoon een fiets. Hier heb je er helemaal geen erg in dat er een elektrische ondersteuning in zit. Als je wilt optillen is hij net zo licht als een fiets zonder motor. Want de plek van dit zit een beetje in het draaipunt, dus je hebt geen last van dat gewicht. Dus ja, je zou zeggen waarom hebben ze daar niet eerder aan gedacht. Hele mooie oplossing. Kijk, weer dichte kettingkast met versnelling in de naaf. Dat hoeft overigens niet, want die middenmotor wordt ook al zo gewaardeerd dat ook dat systeem met dat open systeem gecombineerd kan worden met een middenmotor. En er zijn nog meer combinaties mogelijk dan ik hier laat zien. Ik zelf vind eigenlijk dat de volgorde is het liefst een achterwielmotor. Als je problemen hebt met het onderhoud, is een voorwielmotor een alternatief. Als je zegt, ja, maar ik wil niet zo zwaar sturen, dan ga ik naar de middenmotor. Maar die combinatie met de dichte kettingkast, die vind ik wel het meest logisch. Na afloop van de presentaties kon men met een e-bike een circuit fietsen om zelf te ervaren hoe het voelt. Een elektrische fiets is zwaarder dan een normale fiets en daar moet je aan wennen. Ook kon men een proefritje maken op de openbare weg met een van de demonstratiemodellen die Robinho ter beschikking gesteld had. Kijkt u ook eens op de website van Veilig Verkeer Nederland. Daar staat veel nuttige informatie waar u zeker uw voordeel mee kunt doen. Zoals een opfriscursus waarbij je middels een vragenlijst direct je verkeerskennis kunt testen. Al met al was dit een zeer geslaagde morgen.